sais wat er gebeurt, hoor, soms. Ja. 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 Ik wil even wat dingen uitpraten voor elkaar. Ja. Dus al, ja, wat er gebeurt. Ja, we moeten toch al even met elkaar bespreken. Ja. Dat is wel spanning, toch? Ja. Ik kom tot het ook normaal, we kunnen nooit met elkaar praten. We zijn alleen maar bezig. Ja. Ja. Oh ja, maar mijn werk niet makkelijk. Hè. Ik maak jouw werk ook niet makkelijk. Ja. Te veel spanning toch? Ja. Dat is ook waar wij normaal lijken te werken. Dat kunnen we gaan doen. Ja. 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 Je zegt dat ik niet communiceer. Ik communiceer ook niet hoor. Dus ja. Ja, het ligt niet altijd aan mij, ja. Toch? Heb je niet gelijk dan? Ja, ik communiceer niet altijd. Ja, weet het. Ja, ik wil het wel uitleggen en zo, maar je begrijpt het niet altijd. Oké, dat zijn wel dingen, oké. Okay, ik heb er gelijk in. Ik leg het niet altijd uit. Komt omdat ik vaak dingen uitleg, maar je die begrijpt. Het probleem is dat je hebt iets anders gestudeerd dan wat ik heb gestudeerd. Toch? Eerlijk is eerlijk. Dan kijk je vanuit een andere visie om anders te werk te gaan. Kijk, ik hoef niet per se op jouw manier te werken. Snap je? Het is anders. Je kan zo zien dat ik jou niet ben. Jij bent mij niet. En ik ben jou niet. En het zijn gewoon dingen wat tussen ons gewoon niet goed gaat. Ja, dat wij niet met elkaar praten, klopt. Maar dat betekent niet dat ik niet met jou praat. Wij praten nu wel met elkaar. Alleen, jij luistert niet altijd. Jij moet per se jouw ding doen. En jij moet elke keer weer gelijk hebben. Dat vind ik een beetje lastig. En daar heb ik gewoon echt moeite mee. Ja, eerlijk. Dat weet je zelf ook. Ja, dus ja, waarom moet je dan gelijk hebben? Vind ik lastig. En ik weet gewoon dat mensen altijd jou gewoon een zin geven. Ik doe dat niet. Ik kan niet altijd jou gewoon een zin geven. Ik kan gewoon. En dat vind ik lastig. Vind jij lastig om te accepteren? Weet ik ook wel. Ja, een probleem toch? Je krijgt altijd je zin. Ja. Je moet er geen misbruik van maken, ja. Ja, je moet daar ook geen misbruik van maken. De meeste mensen geven je altijd je zin. Je krijgt altijd je zin. Ben je collega? Ben ik aan doen. Mensen je altijd je zin geven. Ja. Maar we moeten even verder. We moeten gewoon even verder. We moeten gewoon even kijken van wat er misgaat. De communicatie gaat niet goed. Je begrijpt niet altijd wat ik zeg. Ik luister niet. Oké, ik leg niet altijd uit. Ik heb niet altijd zin om uit te leggen, geef ik toe. En ik wil niet altijd uitleggen omdat jij het niet begrijpt. Dus wat gaan we doen? Ik ga niet steeds uitleggen, weet je. Dan had je ook dat je ook moet studeren. Ja, sorry. Maar wat studeer je dan? Kijk, je hebt ook HBO gedaan, toch? Ik heb ook HBO gedaan, prima. HBO, we staan gelijk. Maar sommige dingen moet je aan mij overlaten. En sommige dingen laat ik aan jou over. En dat vind ik lastig. Je hoeft niet over alles controle te houden. Ja, heb je moet per se. Als ik links ga, dan wil je ook naar links. Als ik naar rechts ga, dan wil je ook naar rechts. Yo, je moet ook kunnen ademen of niet? Laat me ademen. Oké, maar... begrijp je wel ongeveer waar ik wel naartoe wil gaan. Je hoeft niet over alles controle te hebben. Je hoeft niet altijd je zin te krijgen. Je hoeft niet altijd gelijk te krijgen. Nou. Ik vind het een beetje lastig om dingen los te laten. Kijk, je moet begrijpen van... Wij werken vanuit onze eigen expertise. Kijk, jij hebt jouw deskundigheid. Ik heb mijn deskundigheid. Jij doet je werk zo en ik doe mijn werk zo. Ja, niet moeilijk. Het is gewoon eigenlijk best wel makkelijk. Alleen, je maakt er een heel ingewikkeld.
verhaal van. Het hoeft geen ingewikkeld toestand te zijn. Kijk, jij kijkt vanuit jouw visie als deskundige naar de situatie. Kijk, als ik mag werken met een cliënt, bewoner, kijk, dan wil ik wel werken vanuit mijn deskundige, ja, ervaringsdeskundige. Jij werkt, weet ik veel, als specialist van een ander niveau. Maakt niet uit. Jij bent geen ervaringsdeskundige, ik wel. Oké, gaat een beetje lastig. Oké, begrijp dan. Ja. Je weet waar ik naartoe wil. Onze ervaringsniveau is anders. Ik zeg niet dat wij niet op gelijk niveau zijn. Maar ons ervaringsniveau is anders. Kijk, wij kunnen reageren anders, we werken anders. Moet gewoon accepteren. Ja, moet niet allemaal gewoon jouw manier van werken nadoen. Oké, dus gewoon acceptatie. Oké, wat vind jij? Ja. Zo is het toch, bro. Zo hoort het ook. Dat we ook met elkaar praten. Het zijn gewoon dingen. Ja, wat jouw dwars zit. Ja, weet niet. Ja, het is gewoon wrijving toch? Ja, weet niet hoe jij het noemt. Ja. Gebrek aan communicatie. Dat is niet alleen gebrek aan communicatie. Het is wel gewoon duidelijk dat wij elkaar wel met elkaar praten. Maar jij niet luistert. Jij kan ik niks aan doen. Ik heb het 50 keer gezegd en jij luistert niet. Ja. Ja, maar zie je. Je weet dat ik gelijk heb. Kijk, ik wil geen gelijk hebben, maar jij luistert niet. Kijk, stel voor als ik dingen uitleg. Hoe dingen werken. Vorige keer ook. Ik leg je uit hoe de computer werkt. Ik leg je uit hoe je moet downloaden. Zou je echt op. Kijk, je hebt toch HBO-diploma. Dat zou echt principe moeten weten. Ga ik er vanuit. Ja. Neem maar even serieus. Ja. Daarom vind ik het ook best wel lastig. Ik leg jou dingen uit. Maar je begrijpt niet. En ik leg je bijvoorbeeld uit hoe het is om iemand anders persoonlijk te benaderen. Jij moet weer benaderen van jou. Ik weet niet wat voor benadering jij gebruikt om mensen te benaderen. Maar zo ben ik niet, snap je? Zo ben ik niet. Jij bent van dat feestelijke gevoel of zo. Ik weet niet. Ik ben meer van een persoonlijke benadering. Jij moet van het. Ik weet niet wat je allemaal doet in je vrije tijd, maar je moet begrijpen dat mensen niet zoals jou zijn. Ja, die gaan niet met feestelijk gevoel ook iedereen maar benaderen, wat dan ook. Ik kijk wie ik voor me heb. Ja. Dus daarom zeg ik, God, zijn manier, onze manier van werken is toch anders, man. Is gewoon, ja, dat is acceptatie toch. Ik ga niet oordelen over jou. Doe je ding. Ik doe mijn eigen ding. Ja, je doet je ding. Oké. Okay. Het is meer van, oké, dat je me even laat ademen. Laat me even ademen. Ik wil ook. Ademen. Ja, echt. Ik kan soms niet ademen als ik je zie. Dat je controle wil hebben over alle dingen. Controle over de situatie moet je niet doen. Ik wil ook ademen. Laat me bijvoorbeeld even ademen, ja. Ja, het is echt. Echt. Niet doen. Alsjeblieft, niet meer doen. Het is echt zo. Ja, man. Ja. Oké. Okay. Ik zou je geen man noemen. Je bent vrouw. Oké. Okay. Is goed. Ja, vrouw. Maar even gekeken. We zijn even collega's. We moeten even dingen uitpraten. Maar ik vind het ook lastig. Je moet mij ook niet steeds volgen, joh. Je volgt me steeds. Even niet doen. Je moet me niet steeds volgen. Je gaat steeds achter me aan. Je belt me en zo. Ja, even man. Oké, vrouw. Sorry. Ja, maar ik ben met iemand gesprek. Jij gaat me bellen. Je gaat gewoon bellen. Kom op, je gaat bellen. Ja, sorry. Ja, dat kan ik niet. Nee, ja, weet je, laat me gewoon even, laat me ademen. Bel me niet zomaar. We hebben toch niet van deze vergadering, toch? Ja, oké, doen we dat, ja. Gewoon voortop. Laten we gewoon als collega even vrede houden. Dat is goed.
werken goed samen. Doe maar. Blijf. Hou het gewoon even zo. Laat me ademen. Laat me werk doen. Ik laat jou werk doen. Ik laat jou ook ademen. Oké. Goed. Goed. Relaxed. Ja, komt goed. Is goed, joh. We gaan zo lunchen. Doe maar. Ga zo zitten. Ja. Oké, in dat kamertje. Ja, die andere kwam ook zo. Is goed. Nou, als wij je gesproken weer te hebben. Fijn om dingen uit te praten. Ja. Dat moet toch soms. Oké. Is goed. Oké. Even mijn brood pakken. Ja. Ja, moet je ook je lunch halen. Oh. Nee, ja. Ja, is goed. Ja, tot straks, man. Zie je.